Protection 3, Aqua Infinity, Unbreaking 3, Protection 3, Thorns 2, Protection 3, what the fuck? Holy shit. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Community Craft. Het is natuurlijk zondag, dat betekent Community Craft en natuurlijk ook Invite. We gaan natuurlijk hebben over de Invite die vanaf mijn kant is gekomen deze week. Terwijl hier echt een huge ass motherfucking building wordt gebouwd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Mensen natuurlijk eerst, mocht je er vandaag zin in hebben en je wil mij supporten, je mag en kan natuurlijk altijd alvast eventjes een like aanklikken. Bijvoorbeeld dank, laten we gewoon lekker gaan voor de 1000 likes en dan moet het voor de rest wel helemaal goed gaan komen. Ondertussen ga ik heel eventjes spieken bij de arena, want dat is natuurlijk wel een beetje mijn project, zeg maar, hier op dit moment in de Community Craft server. En natuurlijk daar met mijn huis het Echant gebeuren, maar wat ik allemaal netjes moet gaan maken. Maar ondertussen moet ik natuurlijk ook een beetje de boel controleren hier van, goh, gaat hier alles wel goed? Doe mijn bouwers wel een ding of wel? Op het moment één bouwer, aangezien één bouwer een ban heeft. Dat kan ook gebeuren natuurlijk. Maar dit is voor mij de landarena. En voor mij wordt dit trouwens de waterarena, wat ook wel behoorlijk ziek al uitziet. Dus dan gaan we zo even een kijkje nemen. Trouwens, de invite van deze week is geworden haha lol lol 1. Aangezien hij had heel goed uitgelegd wat hij precies kon, wat hij wou en hoe en wat allemaal. Hij had gewoon echt gewoon een goed bericht neergezet. Ik zie heel veel reacties die gewoon letterlijk een zin zijn. Duffy, ik wil dit en dit, ik kan zus en zo, klaar. Maar je ziet ook mensen die doen echt tijd en moeite insteken natuurlijk voor een invite te winnen. En die zetten een tekstje er neer. Die zetten hun punten neer. Hun goede punten. Hun slechte punten. Hun Skype, Twitter, etcetera. En het woord wat er ook nog bij moet. Staat dan ook nog netjes bij. Dus dat is helemaal fijn. En ik moet ook wel zeggen, mensen, even over de invites gesproken. Want natuurlijk in deze aflevering ga ik het er ook nog over hebben. Van wat je moet doen natuurlijk om voor aankomende week een invite te winnen. Kijk en luister wel naar de video voordat jij je reactie gaat zetten over een invite. Want er zijn natuurlijk heel veel reacties worden achtergelaten. En het grootste gedeelte van de reacties wat ik lees voor de invite, zeg maar, dat zijn mensen die zetten gewoon neer wat zij zelf willen doen op de Community Craft server. En dat is op zich natuurlijk geen enkel probleem. Maar wanneer er, zeg maar, in de video, zeg maar, een soort van invite thema wordt gevraagd. Dus in dit geval was voor mij natuurlijk iemand die goed kon enchanten. Ben ik echt in die week ook echt op zoek naar een enchanter en niet naar een boer. En dan is het op zich heel jammer natuurlijk dat je dat hebt achtergelaten. En waarschijnlijk heb je dan niet eens heel de video gekeken. Maar denk er wel even over na natuurlijk. Of nou, je moet het helemaal zelf weten. Maar denk wel na of luister naar wat voor invite er gezocht wordt. Om daar dan ook op in te spelen als je dat kan. En kan je het niet wachten gewoon een week, wat dan ook. Want ja, heel leuk dat je een boer wil worden, bij wijze van. Maar als ik een enchanter nodig heb, ga ik natuurlijk niet een boer whitelisten in plaats van een enchanter. Goed, over de enchanter gesproken. Dat gaat dus haha lol lol 1 doen. Leuke naam, Kappa. Die gaat in ieder geval zorgen dat er genoeg gear zitten zijn met Thorns Protection, etcetera. Zullen we eventjes de regendans gaan doen. Toggle Downfall, hoppatee. Maar die gaat daar in ieder geval voor zorgen waar ik enorm blij mee ben. Want dan hoef ik dat niet te doen. Ik ga natuurlijk nog wel zo meteen bezig in ons huis zelf. Ondertussen zijn we hier nu aangekomen bij de waterarena. Ik moet zeggen, dit ziet er veelbelovend uit. Ik weet natuurlijk niet hoe dit allemaal eruit gaat zien. Wat hier allemaal uiteindelijk gaat gebeuren. Maar ik neem aan dat hij wel een beetje gaat opvolgen wat ik natuurlijk heb opgedragen. Want haha, dat kan je doen als invite machtige, weet ik veel wat. In ieder geval, er komen natuurlijk nog een aantal eilandjes tussen waar je op kan vechten. En ja, dit is gewoon fucked up. Waterfights zijn gewoon fucked up. Je moet slim ervoor zijn. En dit is ook gewoon goed om te trainen. Dus ik ben blij dat hier zo hard mee wordt gewerkt. En moet ik zeggen, in een week tijd dit neerzetten. Het is freaking insane. Dus ik ben blij met de invite die ik heb geïnvite hiervoor. Dus het is natuurlijk ook wat geen. Als je iemand invite, je hebt toch ook altijd een beetje risico van, is de persoon wel echt ook echt gewoon een goede invite? Water Arena VIP. Laat zien dat je me steunt en doneert. Ik accepteer Spruce en ook fans. Dus ik heb nu examen. Dus laat je zorgen voor dit project. Ah, dit is ook heel slim natuurlijk. Meneer heeft examens. Maar hij wil wel ondertussen natuurlijk ook gewoon bouwen. En in plaats van de tijd dat hij achter de computer zit om alles zelf te gaan verzamelen, vraagt hij gewoon om donaties. Hey, fucking slim. Waarom zou je dat niet doen? Ik bedoel, free donaties, free bouwshizzle. Nee, maar zo werkt wel op Community Craft. Kijk, je mag altijd zoiets neerzetten bij je huis van, heb je een donatie, doneer het alsjeblieft, dat mag. En natuurlijk kan je altijd naar de bank hier om dingen daar op te halen. Ook helemaal geen enkel probleem. Maar ik ben blij dat het hier wel goed gaat. Ik zag ook al wat losse huisjes erbij staan. Ik denk dat huisjes worden voor de soldaten die daar getraind kunnen gaan worden voor eventueel een fight die natuurlijk gaat uitbreken. En dat gaat ook te maken hebben met deze invite voor deze week of voor aankomende week. Ik zoek namelijk echt een goede PvP'er voor deze week. En natuurlijk, iedereen kan PvP, want we kunnen allemaal zo doen en hey, ik sla, oké, ik ben PvP'er. Maar
ja, vertel wat meer over jezelf in de reacties. Je hoeft niet een heel levensverhaal te vertellen, maar vertel een beetje meer over jouw PvP-ervaringen, wat je ervan weet, wat je ervan kan. En laat natuurlijk ook weer je Twitter achter, je Skype en je leeftijd. Kun ook wel even, en misschien ook gewoon even je naam, dat is ook wel even handig. We doen vandaag het woord Redstone, waar je het ook bij moet zetten. Je moet ook even abonneren natuurlijk op Duffy Games zelf en op Duffy Meer en even een like aanklikken. En wellicht ben jij gewoon volgende week gewoon een soldaat voor mij in deze server. En natuurlijk, als je soldaat bent, mag je natuurlijk ook gewoon je ding doen als gewoon lekker een huisje bouwen, gewoon lekker gaan survivalen. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk ook een soldaat die voor mij, Duffy, gaat strijden. Mocht het nodig zijn. Goed, we zijn nu aangekomen in ons huis, waar we ook nog even bezig aan deze aflevering. We zien hier weer eens een keer een kist en er zit een dingetje op. En we zien hier kappen 1, 2, 3 van deurmat. Oh jee, en we zien hier Protection 3, Aqua Infinity, Unbreaking 3, Protection 3, Torns 2, Protection 3, what the fuck? Holy shit. Wat heeft deze man nou weer gedaan? Omdat je geraakt was door een Omdat ik toch geraakt was door die shoutout in je video. Heel veel plezier ermee. Kappa 1, 2, 3. Het ging nog goed, deurmat. Wauw. Ja. Wat moet ik hiervan zeggen? What the fuck? Dude. Ik ga gewoon eventjes, gewoon eventjes full diamond van deze grap. Gewoon zo van, yo, hier alsjeblieft, hè, doe maar lekker aan en have fun. Dankjewel, of course, again, een shout-out naar jou. Had je echt niet hoeven doen. Ik heb hier natuurlijk mijn eigen mensen voor die dit soort dingen doen, maar ik accepteer natuurlijk gewoon wel, want het is alleen maar goed, heb ik weer beter keer. En het is freaking insane, dankjewel ervoor. Wauw, en wij zijn ondertussen hier aangekomen natuurlijk bij dit gebeuren. Maar ik moet nu in één keer bedenken van, fuck, ik heb geen jungle boot. Dat is gewoon het eerste wat ik me nu bedenk. Fuck, ik heb geen jungle wood. Jungle saplings heb ik hier wel. En voor de rest, ja, ik heb echt geen... Oh my god, ik heb echt gewoon geen jungle wood. Dit is wel rampzalig nu, want die boom had ik best even mogen planten de vorige keer, Duf. Ja, dan heb je best wel een punt, Duf. Kappa. For fuck's sake, oh my god. Dit is echt een probleem. Nu hoop ik dat er in de bank... Ik wou bijna zeggen de centrale bank, maar dat is wel heel erg in Mindtopia termen. Dat er ook ergens nog botten te vinden zijn. Dat ik wel een jungle tree kan maken. Want ik kan u bij deze melden, mensen. Als ik echt op zoek moet gaan naar een nieuw jungle hout. Of ik moet natuurlijk planten en ik ga lang wachten. Maar als ik echt op zoek zou moeten gaan nu naar nieuw jungle hout. Moet ik zo'n 5000 bloks lopen. En nou is dat niet heel erg. Want dat is best te doen met bootjes erbij, et cetera, et cetera. Maar ik hou toch liever wat dichter bij huis. Dus ja, we gaan maar eventjes gewoon hier even in de centrale bank kijken. Of de gewone bank, moet ik zeggen. Centrale bank, Duffy, really? We gaan even in de bank kijken. Hopelijk is het aanwezig, zo niet. Is het fucked up en dan moeten wij die stukjes eerst even overslaan. Planten we gewoon jungle trees en hopen dat ze natuurlijk snel gaan groeien. Maar tot die tijd gaan wij gewoon even hier maar eens even kijken dan. Open die freaking deur. Eens even kijken. Waar liggen de botten verstopt? Dit is gewoon sowieso gewoon hout. Oh, het is jungle wood. Oeh, er is jungle wood. Dan hoef ik het op zich niet eens zelf te doen. Maar weet je, ik doe er één in. Zo, dat is wel zo netjes. Dan hoef ik het op zichzelf niet meer te laten groeien nu. Maar ik wil toch even kijken van... zijn er hier al botten ergens te vinden of niet? Zo ja, dan waar. Hier is allemaal iron gear in. Of hier komt allemaal iron gear. Nice. Dat moet ik trouwens ook hebben. Dat moet mijn invite ook gaan doen. Gewoon even een mooie ruimte maken. Waar allemaal gear gewoon in kan zitten. Waar we gewoon heel veel kunnen stacken gewoon. Maar ik zie niet echt hier iets voor botten. Dus... ik denk dat ik heel blij moet zijn dat ik dit heb weten te vinden. Ik neem het... of misschien ligt het hier nog wel tussen. Nee, oké. Okay. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik het heb weten te vinden. Ik neem het mee, Anouk, als je dit kijkt. Spijt me, maar ik heb je hout gejat. Want ik heb dat nodig voor mijn project. Ik zou nieuwe jungle trees gaan planten achter mijn huis. En hopelijk zijn die dan ook voor mij dat ik niet online kom. Ze zijn weg en ik heb geen saplings meer. Want dan moet ik alsnog 4.000 en 5.000 bloks lopen. En dan heb ik daar geen zin in. Oh, wauw. Oké, we gaan eventjes deze sowieso planten natuurlijk. En ik moet zeggen, Community Craft begint al echt mooi te worden. Ik bedoel, mensen gaan mooi met die paden door. Er worden molens gebouwd, een vuurtoren wordt er gebouwd. Er worden hier al mooie huizen gebouwd. Ik ben tevreden over tot nu toe de invites. Zijn geen invites van alle kanten. Iedereen gaat ook lekker met elkaar om. Oh, haha, lol, join toch nog eventjes de game. Hij had zoiets van, I cannot resist it. Ik moet spelen. Dan zie je me weer. Hij kan er ook gewoon op en hij is even aan het spelen. Ik even dieper. Welkom. En ja, hij is erop. Oké, hij zei dat zijn laptop uit was, maar hij heeft schijnbaar toch maar even zijn laptop aangezet. En dacht van, ik moet toch even checken of dit geen troll is. Nou, het is geen troll, jongen. Je zit er gewoon op. En zo zie je me weer. Hij kan ook lekker spelen. Hij kan lekker zijn ding gaan doen. En dan komt denk ik ook allemaal wel goed. Je moet natuurlijk ook een beetje mensen vrijlaten. Ook een beetje mensen vertrouwen. En zo simpel als iemand niet te vertrouwen is. Ja, dan zie je wel wat er gebeurt. Hè? Krijg gewoon een ban. En dan ja, moet je hopen dat je ook nog een unban krijgt. En of je nog terug mag komen. Goed, dit is inmiddels nu af. Ik denk dat we dit allemaal eventjes gewoon. Toch wel eventjes in deze stenen gaan doen. Om het mooi te houden. Ik zag ook dat mensen. Wat zeiden mensen over wat voor steen ik daar moest neer gaan zetten?
Er werd in ieder geval een steensoort werd daarvoor gezegd. En dan zeiden ze van Duffy dat het begint dan heel erg op Harry Potter te lijken. Moet ik heel eerlijk bekennen. Ik kijk nooit Harry Potter. Ik heb nooit Harry Potter gekeken. Dus ja, ik zou sowieso niet het idee hebben wat dat zou moeten zijn. Dan als het een soort van Harry Potter looking ass moet zijn. Maar ja, I'm sorry. Maar dat gaan we dus niet doen. We doen het gelijk op deze manier. Wordt dit tenminste helemaal mooi. En dan kunnen wij deze ruimte gewoon gaan gebruiken als een chantruimte. Dan moeten we eigenlijk hier, ik denk aan de achterkant, gaan we denk ik door voor een ruimte waar wij dan allemaal gear kunnen opslaan. Laat ik dan haha-lol, laat ik daar gewoon bezig gaan. Om daar gewoon allemaal gear te verzamelen en daar neer te zetten. En dan hebben we aan de achterkant een soort van, ik wil niet per se zeggen geheime ruimte. Misschien als die redstone kan ik hem ook wel laten redstone. Dat we daar gewoon een knop moeten indrukken dat er dan een deur open gaat. Oh, dat is op zich ook wel een heel vet idee. Dat we gewoon deze ruimte hier waar ik dus nu bloks in zet. Dat daar een soort van redstone systeem komt. Dat je gewoon een knopje moet indrukken dat dan pas die deur open gaat. Oh wauw, dat zou. Ja, ik ga vragen of hij dat kan. Ik hoop dat hij dat kan. Als hij dat kan, dan ga ik daar gewoon echt voor zorgen dat daar zit. Dan komen mensen binnen en denken ze van, oh, oké, het is gewoon een shaman plek hier. En dan weten ze gewoon niet dat daar uiteindelijk gewoon dikke geheime plekken zitten. Dat is best wel geniaal eigenlijk, Duffy. Wauw, Duffy en zijn ideeën. Is dit serieus water wat hier nu zit? Nee, toch? Nee, oké. Okay. Dit moet ook er even helemaal dicht gaan maken. In ieder geval met slabs, want dat ziet er gewoon mooi uit, hoppatee. Dat is gewoon het thema gewoon van deze bunker is gewoon fucking slabs. Het thema is gewoon fucking slabs. Bam, wat zei hij eigenlijk? Als het goed is heeft Duffy een setje voor je. Ik heb namelijk voetbal 3. Oh, wauw. Als het goed is heeft Duffy een setje voor je. Nou, dat setje is gewoon voor mezelf nu, kappa. Nee, maar zo werkt het wel, mensen. Zoals je nu ook gewoon kan zien. Dit is gewoon toevallig dat één nu tijdens de video inlogt. En je ziet gewoon hoe men met elkaar omgaat hier in de server. Het is gewoon echt gewoon een hecht groepje. Wat gewoon fun heeft met elkaar. Wat vaak ook zelfs met elkaar op TeamSpeak zit. En dat heeft gewoon fun. En het gaat gewoon met elkaar om zoals hoe het hoort. Gewoon zogenaamd allemaal fun. Ze willen allemaal elkaar gewoon helpen. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Dat gewoon iedereen hier hetzelfde wordt behandeld. Nieuw, oud. Maakt helemaal geen moer uit. Iedereen is hier gewoon welkom. En het gaat gewoon allemaal door zoals hoe het gaat. Dat is echt super, super awesome. Dan komt dus hier maar dan meteen een stukje vast gaan uithollen. Want ik wil je toch hierachter een soort van opslagplek hebben. Ik had het ook de vorige keer over dat ik armor stands allemaal wel hebben. Dat ga ik dan denk ik in deze ruimte zetten. Dus in deze ruimte uiteindelijk allemaal armor stands op mijn rij heb zetten. Of gaan zetten. Dan ga ik dan allemaal natuurlijk namen boven hangen. En dan zien al mijn soldaten welke hier van hun er straks op de server komen. Natuurlijk, dat kan nu nog niet. Dus haha, Lor heeft nog even pech. En Riley B heeft pech. En Jarno heeft nog even pech. Maar dat is wel hetgene wat ik natuurlijk wil gaan doen uiteindelijk. En nog mijn andere invite die ik trouwens al heel lang niet meer online heb gezien bedenk ik nu. Maar dat is wel hetgene wat ik hier dus wil gaan maken. Dus ik ga zo meteen maar eens even met hem een gesprek gaan kijken of die hier een redstone deur voor iets voor kan maken. Kan dat niet, dan laat ik het denk ik gewoon open. Op zich ook geen enkel probleem, want wanneer je hier binnenkomt om te enchanten. Technisch gezien, je komt hier binnen om te enchanten. Je bent bezig en je loopt weer weg. Dus dat hier achter iets zit is er vaak niet zo. En anders dan, want ik zag hier ook een banner hangen. Ik weet nog steeds niet wie deze hier heeft opgehangen, maar dat maakt me niet zo heel veel uit. Wacht even, ruimte maken. Zo. Kan ik die banner ook, kan je zo'n banner eraf halen? Eigenlijk of niet? Moet je dan heel dat houtblokje slopen of zo? Dat werkt in ieder geval. Ik weet mijn god niet hoe je een banner eraf haalt, maar ik heb hem in ieder geval. Wat is dat eigenlijk? Een blue band, red fair band, invested blue fair band, black flower charge. Ja, nee, tuurlijk. Ik wou dat ding altijd ook al zo hebben, joh. Tuurlijk. Nee, ik snap het helemaal. Not. Kunnen we dit ding hier ophangen? Dit kan dan wel. Hier moeten we denk ik nog even iets voor vinden. Dat we misschien hem hier toch kunnen ophangen of zo. Maar dit zou wel kunnen natuurlijk. Dat hier een soort van houden ervoor. Waarvan je toch ook denkt van, hey, hier hoor ik niet binnen te komen. En wat is hier? Dit is verder wel Gucci zo. Oké, nou goed, dan gaan we hier dan komende week verder hier natuurlijk mee om hier de boel uit te hollen en hier bezig te gaan. Hopelijk is HLOL dan ook al wat dingetjes kunnen fixen voor mij. En moet volgens mij voor de rest wel maar goed gaan komen. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Community Craft. Je weet wat je bedoelt voor een invite, weet je het niet. Scroll even terug naar de video. Vergeet ook niet even te liken, te abonneren op Duffy Games. Abonneer ook op Duffy meer. En mensen, tot de volgende keer.